Wat doet het? Wat is het en wat doet het? Het is eigenlijk een robothond en een robot houdt in. Het reageert op geluid, het blaft en het beweegt zijn hoofdje. En het geeft de mensen vaak rust. Ze kunnen weer zorgen en knuffelen, kroelen. Want in hun beleving is het geen robot. Het is voor hun gewoon een echt dier. Een huisdier. Een huisdier waar ze alles mee kunnen doen. Ja. Het is eigenlijk ontwikkeld voor mensen met dementie of mensen met een lichtelijke beperking. Ja, honden moet je ook een beetje opvoeden, hè? Jawel, ze kan niet alles goed vinden. Nee. En als u dan ergens naartoe gaat, hoe neemt u hem mee? Gaat hij in een tasje? Of? Ik heb een rollator. Oké. En er zit een mandje in. En in dat mandje daar zit hij dan. Een klein iets, dus in dit geval het hondje. Ja, dat brengt haar gewoon weer heel veel vrolijkheid. En gewoon weer die glimlach op haar gezicht teruggeeft.